uitdagingen die machinebouwers vandaag voorgeschoteld krijgen, zijn het aanleveren van machines die een hele hoge efficiëntie hebben, een hele hoge beschikbaarheid hebben en waar service richting de eindklant centraal staat. Dat betekent dat de machine op zich eerder bijzaak wordt, maar dat alles wat rond de machine zijn, de service, de beschikbaarheid, het loggen van data, eerder primeert dan de machine mechanica aan zich. Automotion uit Gent begeleidt machinebouwers bij het ontwerpen van machines. In dit traject van co-engineering speelt software meer en meer een cruciale rol. Automotion werkt als competence center samen met Schneider Electric om slimme machines te ontwikkelen. Dat betekent dat alle componenten die ze aanleveren connected producten moeten zijn. Dat wij in staat zijn om vanuit het controllerplatform data van die componenten te capteren en terug te gaan analyseren. De sector van de machinebouwers gaat intussen door een transformatie, waarbij data en online opvolging van machines steeds belangrijker wordt. Ik denk dat de verkoop van machines eerder afneemt, maar dat die eerder zullen gerend of geleased kunnen worden als service naar de eindklant. Dat betekent dat je vandaag een platform in ontwikkeling moet hebben wat enerzijds de machine als fleet visualiseert voor de machinebouwer, waarbij de machinebouwer ook meteen de status van die machines kan herkennen en heel to the point service kan verlenen om ervoor te zorgen dat die machines in zijn fleet operationeel blijven.